Supporters van FC Twente gooiden vanmiddag rookbommen op het veld. Onbegrijpelijk. Dan heb je zo'n mooi seizoen gehad en dan verpest je het op deze manier. Dit is Studio Voetbal. Goedenavond. Goedenavond, vandaag in Studio Voetbal. Pierre van Hooijdonk hier aanwezig. Aan de andere kant van de tafel Kees Jansma en Arno Vermeulen. Nog niet alles was beslist op de laatste speeldag. Dus daarover gaat het vooral in deze uitzending. Ook over een rare tweet van de voorzitter van PEC. En de strijd tussen twee topscorers binnen één team. Ja, dan gaan we beginnen nu met iets wat zich afspeelde los van de voetbalvelden. Een paar minuten nadat de laatste eindsignalen tussen 4:15 en 4:30 hadden geklonken. Het was een tweet van de voorzitter van PEC Zwolle, de heer Adriaan Visser. PEC heeft verloren, net bij AZ, en dat schrijft hij op Twitter dus. Wat een ongelofelijk dieptepunt, die 6-0 als slot van een bedroevende tweede seizoenshelft, hashtag PEC Zwolle nog ervoor. Hoe zijn we in vredesnaam zover kunnen wegzakken? Ondanks de vooraf gehoopte plek 9 vraagt dit wel om een serieuze analyse van onze ervaren technische staf. Arno Vermeulen, desgevraagd. Wat vind jij van de tweet van de voorzitter? Ik denk dat ze ontslagen worden morgenochtend, als je dit zo ziet. De technische staf bedoel je? Ja, dat lijkt een beetje als je dit leest. Of hij zat in het stadion en heeft een zonnesteek opgelopen, dat kan natuurlijk. Of hij heeft thuis gezeten en had hij die tweede fles rosé beter niet kunnen nemen. Maar het slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. En we verwijten vaak de jonge generatie, hè, die spelers die moeten oppassen met social media, die voetballers. En dit is de baas van de club die dit doet. Hoe haal je het in je hoofd werkelijk? Als je nou morgen een analyse maakt met je staf en je gaat even zitten en je zegt, joh, wat verdomme jongens, die tweede helft van het seizoen, hoe kan dat nou gebeuren? Ja. Dat lijkt me vrij normaal. Ja, maar Kees? Eens, denk ik. Of niet eens, misschien. Nee, wat Arno zegt, of je denkt ja, aan ik zat anders. Te denken aan de contacten die ik wel eens heb met meneer Adriaan Visser in het wat verdere verleden. Denk, hoe kan dit nu? Zou hij nou ook zo'n tweet gestuurd hebben met de kerst? Wat ongelooflijk dat wij nu zo hoog staan met dit materiaal. Een pluim voor onze technische ervaren staf. Zou je dat ook toen gedaan hebben? Ja. Maar het slaat echt nergens op. Jij kent meneer Adriaan Visser? Ja, die heb ik wel eens mogen ontmoeten. Ja, vrij uitgesproken man. Uitgesproken in de zin van? Nou ja, hij vindt het wel leuk om dingen te vinden, ja. Alleen, dit is een beetje raar als je eigen technische staf daarmee wordt overvallen na een wedstrijd, wat ook nog zo het geval was. En, bovendien, de 9e plaats is inderdaad volkomen terecht voor PEC, want dat is eigenlijk gewoon een goede prestatie. Dat is voor PEC. Maar dat is het ook, je geeft het ook terecht aan. We hebben allemaal genoten van het PEC Zwolle van de eerste seizoenshelft. Ja. Nou, en de tweede was eigenlijk dramatisch. En dan eindig je toch op de plaats waar wij PEC verwachten. Vorig jaar, voor mij al laatste speeldag, veilig gespeeld. Nou, en dan heb je zo'n seizoen. Nou ja, dan zou ik me, als ik voorzitter was van PEC Zwolle, zou ik me drukker maken met het zorgen dat John van het Schip komend seizoen een goede selectie krijgt. Nou, ja. He? En dan heb ik het nog maar over 75% van dezelfde kwaliteit als die ze nu hebben. Want ik denk namelijk dat ze dat al belangen na niet voor elkaar gaan krijgen. Want ja, daar dreigt wel echt een grote leegloop. En ja, met zo'n tweet, ik vind het ook een super slecht signaal naar je achterban. He, supporters zijn al opportunistisch. Nou, als je dan ook nog eens een voorzitter hebt die precies hetzelfde is. Ja, dan is de toon gezet voor bijvoorbeeld, mocht er een slechte seizoenstart komend seizoen zijn. Clubbesturen laten zich meer en meer leiden ook door wat er op de sociale media gezegd en beweerd wordt. En hoe er soms... Ze doen het zelf. Ja. Even luisteren naar wat John van Schip zei vanmiddag na afloop van die wedstrijd. Toen hij dus nog niet op de hoogte was van wat zijn voorzitter ongeveer op hetzelfde moment via Twitter de wereld in slingerde. Het is een sneeuwbal wat maar door blijft rollen in het negatieve. En wij kunnen dat niet stoppen en de jongens kunnen dat niet stoppen. Het seizoen is klaar, dus wat dat betreft is het misschien maar beter. We hadden ook niet verdiend in de play-offs en hadden daar ook niks te zoeken gehad. Dus we zullen het koppen bij elkaar moeten steken als club om te zorgen dat we voor het komend seizoen er weer staan. Ja,
Moet hij zich nou zorgen gaan maken, John van Schip, Arno? Nou ja, wel, want wat Pierre ook al aangeeft... Mokhtar... Ook dat er nu is gezegd hier? Nou ja, ja nee, dat zal morgen misschien wel een beetje gerepareerd worden. Maar zijn start voor volgend seizoen wordt inderdaad wel wat ingewikkelder. Maar los daarvan, ze zullen toch echt wel even een probleem moeten oplossen qua selecties. Zijn Mak vrijwel weg, Mokhtar weg. En ze hebben het hele seizoen zonder spits al gespeeld. Dus er moeten wel goede krachten bij komen. Het gaat sneller in voetballen. Nu sta je negende, maar wel de tweede helft van het seizoen één na minste punten haalt. Ja. Als je die lijn doortrekt, dan hang je volgend jaar. Dus je moet wel maatregelen nemen. En ze hebben een goede technisch directeur daar, die over het algemeen in staat is om slim met weinig geld, want dat geldt voor al die clubspelers erbij te halen. Ja, maar zijn assistent gaat weg, hè? Belangrijker. Lodewegers, ja zeker. Nou, dat is een verlies voor Pek Zwolle, zeker. Ja. Nou ja, de technisch directeur die zat ook wel eens over te raden gaan en denken van hoe kan dit nou buiten mij om zijn gepasseerd? Nijkamp, hoe kan nou mijn voorzitter zo'n tweet de wereld in sturen, terwijl het toch mijn verantwoordelijkheid is om met de trainer te praten over wat er gebeurt? Hij kapittelt hem ook, ja. Ja, hij valt eigenlijk de hele club aan, behalve zichzelf. Nou, ik denk dat die technische man, die zal de voorzitter ook wel kennen, denk ik. En wel weten dat hij dit wel vaker doet. Hebben ze een raad van commissarissen, ja toch? Ja, denk het wel. Misschien kunnen die meneer Visser morgen even een matje roepen. Voorafgaand aan de laatste speelronde waren de meeste kaarten geschud. Kampioen was bekend, nummer 2 was bekend, degradant bekend. En de deelnemers aan de promotiedegradatiewedstrijden waren ook bekend. Waar het nog om ging, waren de tickets voor de play-offs voor Europees voetbal. 3 kandidaten waren er voor 2 plaatsen. Het ging tussen ADO, Heerenveen en PEC. Nou ja, dat weten we inmiddels hoe dat gegaan is. Het waren de spelers die topscorer van de Eredivisie konden worden, die uiteindelijk de beslissing zouden brengen. Oh, kijk! Wat gebeurt hier? Dit is dan wel zijn doelpunt. Berghuis, wil die topscorer van Nederland worden? Dan helpt dit. Nummer 17 is niet genoeg voor de topscorerstitel, maar hij is in de race. Hier is Jahan Baks voor de eerste keer. En het is gelijk raak ook. Zijn 19e van het seizoen. Valkenburg kan. Becker. Johnson, ja, door de benen van Jurjes. Dat is nummer 19 voor de Noor. Goed gedaan, Berghuis. Dix deinst terug voor Bulthuis. Raakt hem daarbij per ongeluk. Vente, Berghuis schiet hem erin. Berghuis weer, hij staat op 18. Geen idee wat er op andere velden gebeurt, maar hij heeft er nu evenveel als om 2:30 de topscorer van de Eredivisie had. Jahan Baks, 88ste minuut. En dat is dan nummer 3. De topscorer van de Eredivisie is Alireza Jahan Baks. Ja, waarmee Jahan Baks dus met 21 doelpunten. De eerste Iranier ook in de Nederlandse Eredivisie wordt die topscorer van het seizoen is geworden. We hebben voor de uitzending aan jullie allemaal gevraagd wie is de speler van het toernooi. Dus even los van wat er vandaag gebeurd is. En, van de competitie bedoel je? Ja, van de competitie. En jij zei dat is Jahan Baks. Ja, dat was... En dat zei jij ook, Arno. En dat was... had ik ook voor deze laatste competitie gezegd. Ja, dat heb je gezegd. Ja. Omdat ik iemand die 21 goals maakt, die ontiegelijk veel assists heeft gehad. 11 assists heeft gehad. Mm-hmm. Ja, dat is voor mij waar voetbal om draait. Doelpunten en assist. Weet je, de statistieken, ik bedoel, dat is voor aanvallers is dat het makkelijkste te meten. Nou, dan ben je wat mij betreft ben je een echte klasbak. En hij bewijst eigenlijk ook dat je als rechtspoot op rechts gewoon ook topscorer van Nederland kan worden. Hè? Waar we al bijna helemaal gebrainwashed zijn dat de linksbuiten over rechts moet zijn en de rechtsbuiten links en naar binnen kunnen komen. Maar hij schiet ook met links, heb je. Hij schiet, ja, maar als je het aantal doelpunten ziet die hij heeft gemaakt, dan is rechts wel zijn voorkeur. Maar je hebt gelijk, het is iemand die ook een geweldig linkerbeen heeft. Maar niet alleen aan die zijlijn geplakt staat. Maar Svensson komt buitenom en hij pakt vaak de binnenkant dan, hè? Ja. Maar waarom is hij topscorer geworden van Nederland? En voor Berghuis, die is ook heel ver gekomen als buitenspeler. Dat heeft te maken met traptechniek. En niks anders. Zij, Jahan Baks en Berghuis, die zie ik geen trucjes maken. Dat is heel functioneel. En die kunnen gewoon van een metertje of 16 en dichterbij weten zij waar zij gaan schieten, waar die bal eindigt. En
Ik zie zoveel buitenspelers, die zijn snel. We hadden net even van voor de uitzending hadden we het over Kerk. Mm. Die zijn snel, die zijn sterk. Maar een ratio, goal, kans, dat is zoveel lager. Ook vandaag scoort hij weer op een manier, dat moet jij me even uitleggen. Waar je denkt, keepersfout. Ja. Maar dan zie je hem van achteren genomen. Dan zie je dat die bal een rare curve krijgt. Nou, hij heeft een fantastische binnenkantvoet. Hè? Dat is eigenlijk de voorzettrap die gelijk is aan een vrije trap met gevoel trappen. Mm. Maar hij heeft ook die wreef die de bal doet zwabberen. En ja, dat maakt hem bij uitstek ook natuurlijk geweldig om met afstandsschoten succesvol te zijn. Arno, jij hebt hem ook gekozen. Ja, nog voor andere redenen ook? Nou ja, omdat meestal een vleugelspeler heel flegmatiek is en op zijn momenten loert. Dat doet hij helemaal niet, want hij levert inderdaad ook nog waanzinnig veel arbeid. Hij verdedigt mee tot de eigen 16 meter. Hij is niet egoïstisch, dat blijkt uit zijn assists. Hij heeft heel veel goals van Weghorst voorbereid, waar hij dus niet voor eigen kansen gaat, maar ook nog naar medespelers kijkt. Tot vandaag wel, ja. Ja, hij is waanzinnig compleet gewoon in alles. En dat maakt hem voor een aanvaller echt heel bijzonder. Ja, en al in het team bij AZ is hij ook echt wordt enorm gerespecteerd. Ontzettend positieve jongen, ja. Ja. En pas 24, hè? Ja, hij komt over van NEC. 2 miljoen, maar slechts 2 miljoen. We moeten ervan uitgaan dat deze speler, die dus ook naar het WK gaat, dat dit zijn laatste wedstrijd was voor AZ. Denk ik, toch? Ja, die heeft wel in de kijker gespeeld, zoals het heet. Ja. Ja. Maar goed, zijn instelling is hartstikke goed. Ook vandaag was het bijna fascinerend om te zien hoe hij die strijd met Weghorst uitvocht. Ja. Arme John van Schip, want daar werd Peck nog een keer het slachtoffer van. Ja. Iedereen wilde scoren, geloof ik, in die wedstrijd. Ja. Maar dit is gewoon, de man is gewoon echt een genot om naar te kijken. Ja. Ik denk dat hij ook wel op de hoogte is geweest, denk ik toch, van wat er in de kerkraden. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. De andere kandidaten topscorer. Je memoreert het al, Kees, dat incidentje, zeg jij. Het waren een aantal incidentjes. Het was eigenlijk Ricciardo Verstappen was het eigenlijk, tussen Weghorst en Jahan Baks. Jij vond het kostelijk. Ja, je vond het leuk. Maar kijk, dan vraagt Jahan Baks om de bal. Nee, schudden, geef die bal aan mij. En omgekeerd later. Je hebt hier, nog ga ik chargeren, maar je hebt hier de voetballer Jahan Baks tegen de absolute topscorer Weghorst. Die absoluut eigenlijk als eerste wil eindigen, daar alles over heeft. En die ook hier heel boos is, ook heel boos. Hè. Hij is boos, schopt tegen de paal. Als Ali scoort met een afstandsschot, dan juicht Weghorst niet mee. En toch schieten ze er 6 in en hadden ze het ook nog wel 10 kunnen maken. Want er zit een ontzettende drive achter bij die gasten. Aan welke van de twee? Het is een beetje krom natuurlijk. Hè. Ik bedoel, Weghorst, die topscorerstitel, die waar je normaal gesproken altijd denken te moeten omhangen bij een typische nummer 9, die hij is. Ja. Die dan die strijd aangaat met zijn eigen rechtsbuiten. Ik denk dat het en dat voelt misschien persoonlijk als een nederlaag. Ja. He, dat je toch denkt van oké, ik mag best verliezen van Huntelaar, van Jurgensen. Ja, maar niet van mijn reeks buiten. Daar was het na afloop zo mooi, toen die camera het veld opkwam en die kwam bij hem uit. Dat hij hem doorverwees. Ja, dat hij tegen die cameraman zei, je moet bij hem zijn. Ja, Jahan Baks. Maar ik snapte ook wel, want ik vond het ook wel een klein beetje van ga daar nou maar eens naartoe, weet je. Omdat het bijna leek dat we weer op zoek gingen naar de teleurstelling. Het drama is altijd interessant natuurlijk. Ja, ja, dat klopt. Oh. En ik denk dat hij dat misschien zo wel een beetje heeft gevoeld. Nee, want AZ is 30 geworden in de competitie. Heeft niet van een grote club gewonnen. Van een nog grotere club gewonnen. Maar heeft wel een fantastisch seizoen met twee geweldige aanvallers. Hè. Ja, we kunnen natuurlijk wel Weghorst bekritiseren, want die doet af en toe heel vreemd. Maar we bekritiseren hem niet om zijn spel, hè? Nee, want hij heeft natuurlijk ook die geweldige instelling die Jahan Baks ook al heeft. En ze hebben samen voor een geweldig aantal doelpunten gezorgd. AZ moet ook vrezen dat ze hem kwijtraken. Nou, ik begrijp dat ook Weghorst heeft gezegd, ik wil zo snel mogelijk weg, het liefst naar een Bundesliga-club. Dus ze raken nogal wat kwijt. Ik zou ze wel erbij pakken. Aardig duo voor hem. Ali Reza wil ook naar Duitsland. Hè? Dat is het land voor de Iraniërs om te voetballen. Hè? Ja. Ali Karimi, Ali Dai, dat zijn twee grote Iraanse spelers die daar voetbalden. Hij wilde er ook wel graag heen. En ze passen er ook wel.